This video is sponsored by Airsoft Center. Hallo en welkom bij een nieuwe review video van HDDR Entertainment. Dit keer gaat de review over de softshell van Velagear. En met de herfst in aankomst is dit de ideale oplossing voor iedere airsofter. Mijn eerste indruk is dat er heel goed is nagedacht over deze softshell. De zippers zijn van YKK, wat bekend staat als ongeveer het beste merk van maken van zippers. Overal is dubbele stitching wat nodig, velcro op de zijkanten en zelfs een hoodie om je eventueel extra te beschermen van de eventuele regen. Welke makkelijk weg te vouwen is en totaal niet in de weg zit. De pasvorm is superieur. Hij zit gewoon als gegoten en ik heb nergens iets hoeven aanpassen. De attention to detail is ook duidelijk zichtbaar aan de binnenkant. Alles zit heel goed vast, is netjes afgewerkt met meer met 3, 4, 5, 6 rijen stitching als het nodig is. En niet alleen beschikt deze jas over wat zakken, maar de zakken zijn in de binnenkant ook afgewerkt met de stof die het adembaan maakt. Een echt pluspunt. En dat is niet alleen aan deze linkerkant die ik laat zien, maar natuurlijk ook aan de rechterkant en zelfs aan de onderkant op je rug. Wat ervoor zorgt dat het echt de softshell lekker adembaar is en het niet klam aanvoelt in deze temperaturen. Om de attention to detail nog eens verder in aandacht te brengen, heb ik een kleine vergelijking met de softshell van 101 Inc. Deze zie je hier. Wat je duidelijk ziet is bijvoorbeeld het verschil in zippers. Dit is een naamloos merk. Dat heeft onder andere bij mij al een keer voor gezorgd dat ik de zippers los heb gekregen van de gleuf waar die doorheen blijft gaan. Een groot nadeel wat mij betreft. Verder zie je bijvoorbeeld aan de binnenkant dat er geen ander materiaal is gebruikt. Ofwel, het is minder adembaar als deze softshell in deze Velagear. Maar vooral een groot nadeelpunt voor mezelf is de huisvesting van de kap over je hoofd heen, vooral in het geval het regent. Deze zit hier lekker opgeborgen en dit zorgt voor een heel erg klamme kant aan je achterkant als je hem niet nodig hebt. En aangezien ik hem vaker niet nodig heb dan wel nodig heb, is dat toch wel een minpuntje. Bij de Velagear klapt hij netjes naar achteren, blijft lekker zitten en met één kleine pool krijg je hem over je hoofd heen en hem beschermt precies wat nodig is. Er zit geen grote regenkap over je heen, maar precies hetgene wat je nodig hebt om je eigen cool te houden, fris te houden en ready for battle. Maar naast dit moet de softshell ook wind- en waterproof zijn, anders is het natuurlijk geen softshell. Daarom hebben we de proef op de som genomen en letterlijk een wind- en watertest gedaan. Een windtest valt niet zo goed in beeld te brengen, maar na het dragen van deze softshell voor een aantal dagen kan ik zeggen dat deze softshell winddicht is. Waterdicht daarentegen valt wel in beeld te brengen. Je ziet hier dat ik eerst twee keukenrolpapiertjes heb geplaatst binnen in de softshell en daarna de softshell heb dicht gedaan. Nadat dit gebeurd is, gaan we de softshell begieten met water om te zien hoeveel en waar het water er doorheen lekt. Duidelijk zichtbaar is dat het water op het oppervlakte van de softshell blijft zitten. Hij vertoont geen enkel spoor van het weglekken van water. Behalve op de plek waar de zippers zitten in de zakken. Daar lekt een klein beetje water weg. Wanneer we het water weghalen en de softshell weer opdoen, zien we dat beide keukenrollen nog volledig droog zijn. Oftewel, de softshell, het stof zelf, is waterdicht. Het moet echter gezegd worden dat er bij de zippers een klein beetje water naar binnen lekt. Maar dit is logisch, want dit is een open verbinding en geen gesloten verbinding. Deze softshell van Velagear heeft alles wat je nodig hebt. Hij is niet alleen wind- en waterproof zoals je van de softshell verwacht en je wil hebben, zeker in de herfsttijden, wintertijden en het begin van de lente natuurlijk. Maar er worden ook uitstekende keuzes gemaakt omtrent het materiaalgebruik. Denk bijvoorbeeld aan de zippers van YKK of gewoon het gebruik van de dubbele stitching, het gebruik van ventilerende stof aan de binnenzijde, welke het geheel meer adembaar maken en geheel meer comfortabel om te dragen. Om deze reden raad ik deze softshell van Velagear dan ook aan iedereen die zijn eigen goed wil voorbereiden op de herfstsituatie of de winter en de lente, want daar komt hij natuurlijk ook van pas. Hij is niet alleen geschikt voor airsoft gebruik, maar ook gewoon voor praktisch alledaagse gebruik als je hem bestelt in bijvoorbeeld een kleur als OD, zoals ik hier deze heb. Deze softshell van Velagear is te verkrijgen bij Airsoft Center in Westervoort. De prijs is om en bij de 100 euro, wat voor een softshellmarkt ongeveer gemiddeld is. Maar de prijs is zeker te rechtvaardig als je kijkt naar het materiaalgebruik, zoals de zippers of de kwaliteit daarvan, de dubbele stitching bijvoorbeeld. En bij deze sluit ik deze review af. Dit was Rob en tot ziens bij de volgende aflevering van HDDR Entertainment.
Okay.